Hoi, leuk dat je in deze video. Ik ben Marilisa en ik ga je meenemen door mijn weekboodschappen van deze week. Ze zijn zojuist door de Jumbo gebracht. Het was €156,33. Superveel. Dan had ik ook echt een paar dingen nodig die ik gewoon niet op voorraad had. En dan nog vind ik dat de boodschappen ontzettend veel duurder worden. Vooral ook omdat we deze week een aantal keer uit de vriezer ook wat eten. Plus, ik ga een beetje voorraad opmaken en zo. En ik ben ook gewoon niet heel veel thuis van het weekend. Dus ja, zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we iedere dag ongeveer gaan eten. Ik wil nog wel eens een beetje een dagje schuiven. Maar meestal, als we iets makkelijk eten, is dat omdat we voetbal, turnen, zwemles, ik die avond weg moet. Dus we eten een aantal makkelijke dingetjes. Dus ik heb ook weer een aantal receptjes, die zet ik onder in de linkjes ook weer erbij. Zodat jullie voor jezelf ook kunnen opzoeken en eventueel kunnen proberen. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. Als je deze video's leuk vindt, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Zoals je ziet, het ligt weer heel mijn aanrecht vol. Dus we zullen zeker een hele week toekomen. Vanavond eten we hotdogs. Dus ik heb witte puntjes, bokworsten, augurken en er hoort ook een beetje zuurkool bij officieel. Is van een receptje van de Jumbo. Ik geloof dat we maar 100 gram zuurkool nodig hebben. Dus hier moet ik nog wat voor verzinnen wat we daar verder nog mee kunnen maken. Morgen eten we spaghetti met Hollandse garnalen. Dus er hoort een beetje gember bij. Citroentje, courgette, mascarpone, knoflookje natuurlijk ook. Dus, en spaghetti, obviously. Dus dan kunnen we dan lekker eten. We eten een keertje fajitas. Ik heb wel de burrito mix, want dat vind ik dan lekkerder als de fajita mix. Maar kipblokjes en wraps. Natuurlijk komkommer en paprika en zo, dat heb ik altijd wel in huis. Dus dat leg ik er niet speciaal bij. Op donderdag eten we nasi. Dus ik heb witte rijst, een parijtje voor erbij. Kipblokjes ook, ham voor door de rijst. En saté, ik heb nog kroephoek liggen, dus dat komt ook helemaal goed. Op vrijdag eten we de paardenkoekoes met kip. Daar heb ik nog een 2-persoonsportie van in de vriezer zitten, dus we kunnen opeten. Op zaterdag eten we altijd friet met snacks. En op zondag eten we kaasnietsels met broccoli en aardappelkroketjes. En die kaasnietsels heb ik ook nog in de vriezer zitten. Dus dan hebben we ook weer een lekker maaltje. Dan heb ik verder nog flesjes water voor ons werk. Crystal clear, bakboter zijn we op. Paprika's, komkommers en worteltjes voor eventueel bij de hummus ook. Voor de salades, tussendoortjes, noem maar op. Ik heb boterhamworst voor op de boterhammetjes. Kipfilet, kaas zonder lactose en filet americain. En ik heb ook een extra zuivelspet voor mezelf meegenomen. Omdat ik nu tussen de geen salade wil eten, heb ik even wat meer opties die ik makkelijk mee kan nemen naar mijn werk. Zoals bijvoorbeeld dus de hummus met kipfilet, super lekker combi. We hebben nog pakjes drinken voor naar school. Ook de lactosevrije variant van Brick. Ik heb crackertjes dan inderdaad die ik mee kan nemen naar mijn werk. Hier nog een random crystal clear. Maiswafel eventueel. Nou, filet americain en zuivelspet heb ik het over gehad. Chocopasta zijn we op. Kaas gaat minimaal een pak van in de week doorheen. Dus dat heb ik ook weer lekker besteld. Sojamelk voor al mijn shakejes. Roomboter. Beef jerky is een hele goede snack. Nou had ik er 3 original besteld, maar op een gegeven moment zit er ook nog 2 sweet and hot bij. Dat geeft niet. Maar de macro's hiervan zijn super fijn. Want deze. Oh, deze heeft wel iets meer. Deze 6 gram koolhydraten en dan is het 9,8 gram eiwitten. Dus deze zijn er niet zo heel erg, maar deze waren heel goed. Deze die heeft 9,8 eiwitten en 4 koolhydraten. Dus dat is een stuk beter, de gewone. Maar goed, altijd nog lekker eiwit tussendoortje, dus dat is helemaal prima. Ik heb peren, meloen, aardbeien, blauwe bessen, frambozen en mini tomaatjes als gezonde dingetjes. Ik heb optimaal kwark, appel, kaneel en aardbei. Ook als tussendoortje om mee te nemen of voor 's avonds laat of als snackje. Knoppertjes voor die kinderen. Ik heb een kleine losse zout besteld. En dan kan ik die in mijn tas bewaren als ik op mijn werk ben. Dan kan ik daar een beetje zout over mijn ei, over mijn cracker of wat naar doen. Dat mis ik soms wel een beetje. En koekjes in de koekjestrommel. Heel veel keukenpapier, want daar gaat Madonna gewoon heel hard doorheen. Ik heb deze er gratis bij gekregen. Appelmoes extra kwaliteit. En ik had een. Oh, ik kan zeggen. Een mini paradondags erbij gekregen. Dat is denk ik de nieuwe. Met een nieuw recept, een nieuw logo, ik weet niet precies. Dus die kunnen we ook uit gaan proberen. Verder heb ik wasmiddel besteld. Meestal doe ik de pots, maar we hebben nu een nieuwe wasmachine. Waarbij ik ook op kleur ga wassen. Dat deed ik eigenlijk anders nooit. Dus ik heb nu een zwarte middel. En wit wasmiddel. En dan 2 wasverzachters. Want het was ook allemaal in de aanbieding. Net als van Witte Reus.
Dus ik heb van die girl switch in de wc ook erbij gekocht. Dus dit zou ook wel bijgedragen hebben aan de hoeveelheid van het bedrag, zeg maar. Wat we betalen, moet worden. Het is een heel aardigje vol, maar geloof ik dat alles heb benoemd. Zelfs met zo'n heel aardigje vol heb ik het idee dat de boodschappen gewoon echt een stuk duurder zijn geworden. Dus ja, mijn doel van 100 euro in de week, dat ga ik wel echt niet meer halen. Maar dit was het voor de boodschappenshoplog. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Inclusief de linkjes naar de receptjes die ik heb gevonden. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je dit leuk vindt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je nog niet bent. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei!